Goedenavond, welkom bij Makkelijk Scoren, studio afgelast. We bespreken de sportweek met onze vaste analyticus Diederik Smit en sidekick Jonathan van der Dreven. Welkom heren. Beetje een gek begin, maar Jonathan, je zei net vlak voor de uitzending tegen mij dat je Ruud Gullit was tegengekomen. En je zei, vraag er even naar. Nee. Jawel, je zegt echt net, vraag naar Gullit, dan heb ik wat. Nee, ja, echt niet. Sorry, nee. Ik heb trouwens nog wel een leuke anekdote over Ruud Gullit. Een seconde, wat bedoel jij nou? Echt 5 minuten geleden in de rookruimte zeg jij, vraag even naar Gullit. Ik was van de week... Was ik. Sorry, met... ik snap echt niet wat je bedoelt. Ik denk misverstand dan. Sorry. Ik was met Ruud Gullit en een paar meiden op een boot van Defensie. En op een nee, maar ik dacht, omdat jij dus zegt, nou goed, ja. Misverstand kan gebeuren. Jammer. Wesley Sneijder gaat misschien weer voetballen. Hebben jullie dat gezien? Hij staat in de belangstelling van het Mexicaanse L-club Veracruzano, de voetbal Tiburón. Vera, ja, het is een trend, hè. Robben, Sneijder, Barreto bij NSC, bij Twente misschien Brian Ruiz. Ja, nou, ik vind het wel leuk, hoor. Iedereen terug naar zijn oude clubje. Ik was van de week bij Ajax en daar hadden ze het weer over zuurbier. Dus die naam dat zinkt daar weer een beetje rond. En niet als grapje of zo, echt op serieuze toon werd daarover gesproken. Dus ik denk wel dat hij achterin de 50 is of zo inmiddels. Maar het is wel bak ervaring natuurlijk wat je binnenhaalt achterin. Dus ja, ja, dat weet. Dat zou het zijn. Ja. En morgen dan bestaat SC Heerenveen precies 100 jaar. Diederik, terecht? Ik denk het wel. Ja, het is trouwens wel knoepert van een spelfout nog. 100 jier. Oh, ik zie het, ja. 100 jier. Ja. Wat gênant. Ik snap dat dus niet. Dan hebben ze dus, wat is het, 100 jaar de tijd gehad om zo'n logo te bedenken. En dat je dan niet even de spelling laat checken. Dat, En ook helemaal zo'n doek eroverheen van tada, spelfout. Ja, ongelooflijk. Ja, maar goed. 100 jaar Heerenveen, dat is natuurlijk wel iets bijzonders. En wij dachten, daar moeten we toch iets mee. Dus Jonathan is naar Heerenveen gegaan om ze te feliciteren. Kut, ja, ik zou naar Heerenveen. Ja, jij zou naar Heerenveen. Ja, ik ben niet geweest naar Heerenveen. Ja, we hebben helemaal een taxi naar je huis gestuurd. Ja, dat was dus een taxi. Ja, er heeft een auto voor mijn deur gestaan de hele dag. En hij heeft getoeterd en getoeterd. Ik heb 2 keer de politie gebeld, Tex. Ja, met bloemen. Ja, dit is gewoon heel erg stom. Die heb ik op, die bloemen. Die waren ook voor Heerenveen. Ja. Ik vind het wel jammer, want zo'n club wordt maar 1 keer 100. En ja, ja nee, tuurlijk. Nu hebben ze niks. Ja, het is ook deels mijn schuld, denk ik. Maar ja, het is gewoon stom. Weet je wat we misschien kunnen doen? Ik heb toch in mei dat verjaardagsfilmpje van Ronald de Boer opgenomen. Weet je nog? Die felicitatie. Laten we dat even. Hebben we dat nog, jongens, ergens? Ja, dan zie je toch. Jawel, nee, maar Ronald de Boer werd 50. Dat staat nergens. Maakt niet uit. Heerenveen, deze is voor jou! Lieve Ronald de Boer. Heerenveen. Hartelijk gefeliciteerd met alweer je 50ste verjaardag. Je bent een man Club van de wereld met fans van Amsterdam, van Barcelona, Bolzwart, en van Glasgow, Jouren, tot Qatar. Prachten. Maar voor mij blijf je vooral die ruwe diamant Parel, van Grote Boer. Friesland. Dus maak er een heel, heel fijne dag van. En Friesland boppen. Friesland boppen. Hey jongens, dit was misschien nog wel leuker, toch? Nee. En dan is het alweer tijd voor ons social media blokje. Hashtag rechtsback. Ja, hashtag rechtsback. Elke week struint Diederik het internet af. Vooral Dumpert op zoek naar leuke filmpjes van bekende rechtsbacks. Instagram posts, grappige foto's, gekke tweets, leuke dingen. De oogst van deze week, vertel. Ja, ik heb 1 ding gevonden. Het is een Instagram video van de rechtsback van AZ, Jonas Svensson. Het stond ook op de site van het AD. Jonas Svensson haalt een geintje uit op Instagram. We kunnen er wel even naar gaan kijken. Het is een filmpje. Die rots die is dus niet boven een afgrond, dat is vlak boven de grond. Maar door het perspectief lijkt het alsof hij boven een enorme afgrond hangt. Maar wat een maloot, zeg, dat je voor zo'n filmpje dat je leven gaat wagen, toch? Nou, het is dus niet echt boven een afgrond. Het is met het gespeeld. Nou, dit is wel boven een... Moet je kijken. Kijk hoe klein die huisjes zijn. Dit is echt wel... Denk je dat hij een laken heeft neergelegd met piepkleine huisjes of zo? Nee, maar hij speelt met perspectief. En net als mensen die doen alsof ze de toren van Pisa tegenhouden. Tex, ik weet wel dat er niet in Italië een toren is die echt helemaal scheef staat. Ik ben niet gek. Ik heb het hier over. Kijk dan. Ja. Maar Diederik, heb je nog meer? Nee, ik had dus alleen deze. Er zat verder gewoon niks tussen. Dit was, ik vond deze eigenlijk al op het randje. Maar ja, ik dacht, anders heb ik helemaal niks. En dat vind ik ook weer zo stom richting jullie. Maar ja, het was een pittige week. Echt helemaal niks, niet één... Nee, het is gewoon... En ik zat ook te denken, maar ja, die discussie hebben we elke week natuurlijk. Van, we beperken onszelf heel erg doordat het alleen maar mag gaan over rechtsbacks. Ja, maar het klinkt gewoon zo lekker. Hashtag rechtsback, het rijmt ook. Ik zou dat echt niet veranderen, hoor. Heerlijk. Die rijm is inderdaad goed, dus ik denk dat daar niet zozeer het probleem zit. Het is meer de vijver waarin je vist is gewoon beperkt. Ik ben nu deze week 4 dagen hiermee bezig geweest. En als je dan gewoon kijkt, heel eerlijk, naar wat het oplevert. 1 filmpje, en dan was dit nog de leukste. Ja. Terwijl we ook heel veel leuke dingen hebben moeten weggooien, want het waren dan controlerende middenvelders. Ja, ik blijf het gewoon een moeilijk ding vinden, dit hele ding. Hey,
en Snapchat de Groei. Oh ja. Ja, ja, toch? Dat, ja. Dat je gewoon Snapchat de Groei, kijk je elke week naar de social media van bekende keepers met snorren. Oh, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik, ja, heel, ik zie dat helemaal voor me, ja. Want ja, van die dingetjes van keepers met snorren, ja, gifjes van die week. Snapchat de Groei, wat leuk, dat moet jij meteen gaan doen. Maar ook dan